Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal terug bij Content Veen Seizoen 4. Zoals je kan zien, staat er ineens een heel bijzonder nieuw gebouw. Ik heb dit gebouw niet gebouwd, dus laten we maar gauw even kijken wat het allemaal is hier. Goed, wat zullen we hier hebben? Gratis enchantment service, hoe leuk is dat? Jongens, hoe leuk is dat? Een gratis enchantment service? Helemaal hier al gewoon. Alleen voor mij. Waarschijnlijk is het niet alleen voor mij. Onze lieve meneer KB, jongens, heeft hij gewoon een gratis enchantment service gebouwd. Zodat heel Content Veen gewoon op één plek kan enchanten. En niet allemaal een enchantment table hoeven te regelen. Want wie heeft daar nou zin in? Ik natuurlijk niet. En geen zorgen, jongens. Ja, hij heeft toestemming gevraagd om het hier te bouwen. Ik heb hem zelfs aangeraden om het hier te bouwen. Dus voordat jullie allemaal gaan reageren. Max, hij heeft dit gedaan zonder te overleggen. Hij heeft het gewoon zomaar hier gebouwd. Dat is dus niet waar. Goed, maar dan wil ik met het volgende puntje van deze video beginnen. Dat is hier achter dit enchantment huisje. Ja, daar staat dus in één keer een mega, maar dan ook echt mega groot gebouw. En als je daar meer over wil zien, moet je gewoon de video van meneer KB kijken. Maar dat bracht mij op een idee, jongens. Ik heb hier allemaal wel hele leuke dingen staan en zo. Maar het is eigenlijk best wel klein allemaal. Dus ik had in gedachten, laten we deze video nou deze kant op gaan uitbreiden. De hele berg hier plat hakken gewoon. En daar een megabasis bouwen. Maar ja, het ding natuurlijk is, jongens, zo'n berg als dit weghakken, dat vereist best wel wat, tijd. En ik ken één ding dat dit veel sneller kan laten gaan. Maar daarvoor moeten we even naar onze Char toe. Char, de knieknaknar. Alweer, ongelooflijk. Oh, wat alweer? Oh, je schrok weer van me. Hey, ja. Wat zit jij met je armor? Ik was hij heeft niet alles uittrekken. Gewoon je helm. Zo beter. Alleen een broek, helemaal prima. Hey, hoe is het? Goed. Boeit me niet. Ik kom hier met een vraag. Sorry, nee, okay, dat is heel gemeen. Hey, kan je met me meelopen? Ja, is goed. Ja? Je hebt even? Jawel, ik heb wel. Oké, dan ga ik eerst even een dutje doen. Oké, kijk. Char, ik heb hier natuurlijk mijn prachtige basis en zo, weet ik wat allemaal. En dan hebben we daar die berg. En volgens mij weet jij al dat ik deze berg hier weg wil gaan hakken. Ja. En jij kwam met het idee van, wil je dan een beacon? Mag ik een beacon van jou lenen, huren, kopen? Iets? Nou, kopen heb ik waarschijnlijk niet genoeg voor. Huren of zo? Ja, dat is goed. Oh, oké. Nou, dat was best makkelijk. Waarom zou het niet kunnen? Ja, weet ik niet. Misschien dat je hem zelf nog, want ik zie er daar eentje bij jou. Maar ik heb er nog één. Ah, oké. Okay. Dan gaan we die halen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ik weet niet waarom ik jij wel hier mee naartoe bracht eigenlijk. Maar net zo goed daar de zaken kunnen doen. Dat is goed voor de calorieën. Goed voor de calorieën. Jeetje, toen stonden we ineens in je huis gewoon. Spannend eigenlijk dit, overal ging. Ja, dit is wel heel spannend. Dit is wel echt heel spannend. Maar ik heb niet alleen de beacon nodig, maar waarschijnlijk ook wel de blokken die je eronder moet plaatsen. Oei! Oei! Oh, waar gaan we heen? Ik wacht hier wel op je. Ja, dat heb ik wel. Heb ik wel. Heb je dat ook? Ja. Oh, waar liggen ze? In mijn inventory. Oh, de camera staat hier. ik duw je even. Je zat precies voor de camera daar. Jeetje. Ik dacht, ik zet de camera mooi hier neer. Dan kunnen wij onze overhandiging kunnen we mooi hier doen. Oh, oké. Okay. Ja, kijk, dit is mooi. Jeetje, wat wil je ervoor? Als huur. Hoe lang heb je hem nodig? Ik hoop niet langer dan 2 dagen. Want ik denk dat ik ga vanavond beginnen en ik gok dat ik misschien vanavond niet red en morgen af moet maken. Maar ik hoop een avondje eigenlijk. Oké. Okay. Hoe rijk ben je? Niet rijk. Dat dacht ik al. 4 diamonds. En als het langer duurt, doen we 8. Oké. Okay. Als ik het vanavond af heb, maar 4 diamonds, oké? Okay? Ja, dat is goed. Dat vind ik een goeie, oké. Okay. Blokken. Jeetje, wat een blokken ineens, hè? En de beacon. En de beacon gewoon, ongelooflijk. Heb je wel efficiëntie 5? Nee. Dan werkt het niet, hè? Is het dan niet snel? Nee. Maar heb jij dat, verkoop je dat? Ja. Dan ga ik dat ook bij je dat kopen. Dat dan weer wel. Dan ga ik nu even mijn camera hier pakken. Dankjewel voor het kijken naar deze prachtige scène. Wil je nog wat zeggen? Ik sta nu achter de camera. Nee. Dat kwam heel verlegen over dat je nee schudde. Goed, jongens, wij moeten 4 diamonds pakken voor Char voor haar prachtige beacon die ik mocht lenen. En we moeten 3 diamonds hebben voor mijn fortune. En 3 diamonds, want ik wil eigenlijk ook nog Silk Touch kopen. En Char heeft tegenwoordig haar nieuwe bibliotheekwinkel hieronder zitten. Die was eerst op het water. Maar tegenwoordig moet je naar dit huis hier lopen. Dan hier, als het goed is, naar rechts. Hier heb je ook een enchantment table. Maar het gaat natuurlijk om de bibliotheek hier diep onder de grond. Hoppakee. Nou, dit is leuk. En dit hier is natuurlijk de locatie die ik moet hebben. Hier kan ik efficiëntie 5 kopen. Een breaking en mending heb ik al. Maar zoals je kan zien, kan ik hier ook Silk Touch kopen. Dus als ik dan een hele berg weghak, dan krijg ik niet cobblestone, maar krijg ik gewoon normaal stone. En ik denk dat ik daar veel meer dan heb. Dus efficiëntie 5, 3 diamonds, Silk Touch
ook 3 diamonds. En laten we dan gelijk die 4 diamonds voor de beacon ook hier achterlaten. Nou, hier is een Enfield moment van de waarheid. Ik denk dat het verstandiger is dat ik eerst efficiëntie doe. Prima, dat kost 6 levels en dit kost 7 levels. Kunnen we hem ook renamen? Oh, er zijn wel allemaal levels op. Nee, dat ga ik niet doen. Dat vind ik zonde. Nu hebben we gewoon ineens een hele goede pickaxe. Wow! Oh, ik was nog niet klaar met praten, jongens. Nu heb ik een hele goede pickaxe. Goed, dan is het nu tijd om de beacon ergens te plaatsen. En wat zou nou de meest verstandige plek zijn daarvoor? Ik denk een beetje in het midden. Want overal waar ik nu loop, jongens, dat moet helemaal plat. Het moet hetzelfde niveau zijn als letterlijk mijn basis daar. Oh jee. Wat doen al die katten daar? Yo, hoeveel zijn dat er? Volgens mij zijn dat echt 4 katten of zo. Ik ga nu allemaal vis halen. Oh mijn god. Wacht. Ik ga ze proberen te claimen. Komt-ie. 1. 2. 3. Heb ik ze nou allemaal? 4. Ik heb ze volgens mij allemaal. Wacht. Kom maar jongens. Nee, ze hebben een kitten gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Nee. Ik wou ze gewoon hebben. Wacht jongens, kom. Kom maar. Kom maar hierheen. Het is veilig. Oké, okay? Okay. Eentje is dus nog niet van mij. Dus denk deze. Nee, heb jij nog zo'n? Ik wil deze ook. Ik ga wel vaak. Wacht, ik ga halen. Ik heb nu ook een kitten erbij. Dat was niet de bedoeling. Wat moet ik nou met jullie, jongens? Kom maar. Ga maar zitten. En ga jij ook maar zitten? Ik weet niet zo goed wat ik met jullie moet. Kan jij ook zitten? Ja, jij kan ook zitten. Oh, maar jullie zijn wel heel schattig. Oh. Vooral jou. Jij bent echt eenie mini en ik vind je echt heel cute. En? Oh, dat is de verkeerde. Ik ga het zeggen. Ik denk niet dat ik... Hoe heb jij zo snel zoveel vissen gevangen? Ik heb niet zoveel vissen gevangen. Ik weet dat Floor altijd heel veel vist. Oh! Oké, daar heb je de macht. Ik ga pakken. Als ik nou heel stil ben... Waarom neemt hij weg? Ik heb vis voor je! Mijn tactiek is altijd gewoon heel hard rennen en spellen. Ik ga hem toeter noemen. Komt-ie? Komt-ie? Kom maar. Kom maar. Kom maar. Nee! Nee! Hier komen! Kom terug! Oh mijn god. Oh mijn god, wat een irritante kat. Hoeveel vis wil jij? Yo! Yo, dat duurde echt lang. Ik heb nog maar 2 over. Oh mijn god. Ik dacht toen ik het pakte, dat is veel te veel. Toen dacht ik, ja. Ik heb letterlijk nog maar 2 over. Beter zeker zijn. Oh mijn god, hé. Nou, top, dankjewel. Daarvoor kwam ik je even halen. Voor mijn kattenavontuur. Nou, jongens, ik ga jullie even thuis afzetten. Goed, jongens, ik heb ze thuis afgezet. We hebben hier papa en of mama en dochter en zoon, weet ik wat. Kindje en ouder hebben we hier samen. Die bewaken het magazijn voor mij. Je moet oppassen voor deze. Als je niet oppast, jongens, deze kat zal je in de grazen nemen, hoor. Niet zomaar inbreken hier, want je moet eerst door hem. En ik kan je vertellen, bloedgevaarlijk. Dan hebben we hier bij de bamboe farm hebben we deze prachtige kat waar zijn neus tussen zijn ogen zit. En dan tenslotte de laatste kat hebben wij hier neergezet. Toeter, de wegloopkat. Die hebben we hier bij het postkantoor gezet. Die houdt alle posten in de gaten. Ja, dat doe je goed, hè, Toeter. Ja. Oh, sorry dat jullie dat moesten zien. Goed, terugkomend op de zaken. Ik denk dat ik hier ergens die beacon gewoon ga plaatsen. Laten we dat gewoon hier bovenop doen. Hoppakee. Halen we nog een laagje even weer weg. Zo, ik denk dat ik gewoon hier die beacon ga plaatsen. En dat kan natuurlijk heel simpel zoals dit. De beacon erbovenop. Maken we de laag aan. Ik vergis me altijd in zo'n beacon. Dan denk ik dat ik hem hoog genoeg heb gebouwd. Maar dan moet hij nog eentje hoger. Zo, en dan de beacon plaatsen natuurlijk. Dan heb ik even een oor nodig van iets. En dat kan al heel simpel gewoon een gold oor zijn. Dus laten we er even 3 pakken. Onderweg naar de beacon, zodat ik sneller kan hakken. Wat zijn die dingen ook eigenlijk lelijk, hè? Zo'n grote megastraal ineens in de lucht. Goed, haste, dat wil ik hebben. Haste 2 natuurlijk, hoppakee. Dan hebben wij ineens haste 2. En daardoor kunnen we heel snel hakken. Goed, laten we dan maar gaan beginnen met het hakken van dit mega grote bergding hier. Dat gaat echt heel veel werk kosten. Ik heb er zin in! Goed, zoals jullie kunnen zien zijn we al een heel eind gekomen. Ik heb een soort van een manier gevonden om timelapses te maken. Alleen het ziet er een beetje lelijk uit. Maar zoals jullie net zagen hebben we echt al heel veel weg kunnen hakken. Er liggen ook echt nog heel veel blokken omdat mijn inventory de hele tijd vol zit. Maar laten we even lekker al deze blokjes hier oppakken. Want het stikt echt van steen. Jullie willen niet weten hoeveel steen en hoeveel dirt ik op het moment heb. Dit hier is al helemaal plat. Daar is, dat is helemaal plat. Maar uiteindelijk jongens moet het naar ongeveer dit niveau hier. En ja, zoals je kan zien, is dat nog een hele laag die dan weg moet worden gehakt. Zeg maar zo'n 6 à 7 blokken nog. En dan over het hele terrein verspreid. Ja. Dat ga ik dus niet vanavond redden. En ik heb hier een aantal kisten staan waar ik mijn spulletjes in wilde opbergen. Deze zit vol met troep.
helemaal vol met dirt. En nog een beetje steen. Ik heb echt heftig onderschat hoeveel werk dit is. Oh, ik heb ook echt geen zin meer deze avond. Oh. En het erge er eigenlijk van, jongens. Als ik er langer dan een avond over doe, moet ik nog een keer 4 diamonds betalen voor deze beacon. Maar het is momenteel 2:30 s'nachts. En ik ga absoluut niet meer verder nu. Slaap lekker. Goed, nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe creepers. Hallo meneer de creeper, wat ga je doen? Ga jij eens weg, ga weg. Ah! Tijd om weer aan de slag te gaan. Jeetje, toen was ik ineens in de Nether met Joris. Wat gezellig dat we hier ineens zijn. Hé, wat doen we hier? Tools repareren. Tools repareren, want die zijn stuk. Zoals je kan zien, Joris is me gaan helpen, maar onze tools zijn helemaal kapot gewoon. En jullie hebben... Oh, daar. Jullie hebben... Ik was hem kwijt. Jullie hebben een... Wat is dit? Gold farm. Gold farm. Cool. Let's go. Oh mijn god, wat... dit is echt niet normaal, dit. Oh mijn god. Nou, mijn shovel is helemaal gerepareerd. Jeetje, wat een werk weer. Hey, ik heb Joris ongeruild voor Char. Ik vond jou toch leuker om als hulp te hebben hiervoor. Snap ik. Ja, dat snap ik ook al. Hey, aan jou de eer. Mijn dirt is volgens mij op, dus heb je nog dirt bij je? Doe jij aan jou de eer. Ik kijk al gewoon toe, terwijl jij de laatste paar blokjes hier dicht. Ja. Wauw. Mooi. En zoals je kan zien, het platform is echt mega groot. Dankjewel voor het helpen, Char. Hier heb je Joris' pickaxe terug en nog een pickaxe van Joris terug. En mijn pickaxe is een stuk, maar ik hou die van Joris. En dan zeggen we het niet tegen Joris, oké? Ja, dat is goed. Goed, jongens, we zijn inmiddels 24 uur verder sinds dat ik die beacon daar heb geplaatst. Het is dus niet in één avondje gelukt. Ik zal 4 extra diamonds moeten betalen aan Char. Maar wat een mega plat platform hebben we hier. Hé, daarom heet het ook platform. Het heeft heel veel pickaxe bijna kapot gemaakt die we allemaal moesten repareren. Maar gelukkig hebben ze mending. Zoals je kan zien is de terraforming hier en daar allemaal nog niet heel netjes. Want je ziet daar het steen nog. Maar dat ga ik nu nog niet doen, want ik wil eerst even weten hoe ik het precies ga bouwen hier. En eerlijk gezegd wat ik precies ga bouwen hier. Ik heb wel een klein ideetje en dat zeg ik dan even nog niet om het een soort van verrassing voor jullie te houden. Maar wat is het mega groot en wat een werk was dit. Zoals jullie kunnen zien heb ik bewust nog dit gedeelte hier open gehouden. En zoals jullie misschien hier kunnen zien... Wat een kist hebben we staan. En ik kan jullie verzekeren, al deze kisten zitten vol met spullen. Het maakt niet uit welke kist je opent, welke kist je op klikt. Ze zitten helemaal, althans deze dan niet, maar zitten, oh deze ook niet. Ze zitten zo goed als helemaal vol gepropt met allemaal spulletjes. Dus we hebben genoeg steen, genoeg dirt, genoeg cobblestone. En voor een of andere reden ook genoeg blauwe bloemetjes. De volgende taak is heel simpel. Ik ga even dit gedeelte hier weghalen, zodat ik het pad daar naartoe kan verlengen. Dat het in ieder geval al een aansluiting is. Oh nee, mijn smoothstone is op. Hadden we nou maar kisten vol met stone of zo. Dat had heel erg chill geweest. Gaan we het gelijk natuurlijk eventjes omsmelten, zodat we gewoon weer meer smoothstone hebben. En zoals jullie kunnen horen, is er post. Dus laten we even naar het postkantoor gaan. Goedemorgen, meneer Toeter, de bewaker van het postkantoor. Wie heeft mij... Char heeft mij post gestuurd. Wat is dit? Rekening van Char voor Rick. Jongens, jullie willen niet weten hoe vaak dit postkantoor wordt gebruikt. Ik laat letterlijk, denk ik, maar 10% van alle postdingen altijd zien. Maar ik ben, als ik online kom, kan ik eigenlijk wel zeker van zijn dat er gewoon post is die ik moet doorversturen. Oh, we kunnen de map updaten hier. Oh, oh, kijk wat een schade. Oh, wat is er een schade aangericht hier. Oh mijn god, kijk dit nou. Helemaal weggesloopt. Ik heb zoveel zin om daar een basis te bouwen. Oeh, dat gaat zo spannend worden. Dan heb ik ook een beetje dirt nodig. Mogen we dit helemaal slopen hier? Dan maken we een nieuwe bocht, want de stoep gaat nu hierheen. In plaats van dat hij doorloopt, gaat hij helemaal daarheen. Buitenste randje ook mooi maken. Ik denk niet dat ik genoeg koper heb. Maakt in principe ook niet uit, want we kunnen wel gewoon vast het basaltpad doen. Want daar heb ik... Nou, misschien ook niet genoeg van. We komen erachter in 3, 2, 1. Ja. Nee, we hadden dus absoluut niet genoeg. Oh, nu moet ik helemaal naar Deepslate om daar te hakken. Ik heb daar geen zin in! Nou, dit is wel echt mijn meest favoriete activiteit, hè. Gewoon lekker een beetje Deepslate hakken. Heel leuk. Echt heel leuk. Nou, dit moet wel genoeg zijn weer, hè. Snel naar boven. Facecam kan weg. Ik wil niet meer in de mine zijn. Ik vind het...
Hallo. Gaan we dit gelijk eventjes mooi omsmelten. Alleen zie ik dat mijn kool bijna op is. Dus ik denk niet dat hij dat helemaal gaat redden. We hebben ook nog maar 14 kool hier. Gelukkig hebben wij een prachtige koolwinkel. Hoppakee, dan heb ik nog maar 4 diamonds over. En die moet ik inleveren aan Char. Stop ze in deze barrel, Char. Stik erin. En nu heb ik helemaal geen diamonds meer. Ik ben weer helemaal arm. Dus laten we dit even snel afmaken. Dan kunnen we naar het volgende gedeelte van deze video. Want dat gaat namelijk over heel veel geld verdienen. Ik heb namelijk in de vorige video 2 farms gemaakt. En die moeten we alleen nog even een winkel maken. Dus tijd voor een explosie. Zo, jongens, dat geeft me toch een partijtje rust dat die aansluiting ook gelijk goed is nu. Gedeelte hier is ook even plat. Ik zou in principe dit gedeelte hier ook wel plat kunnen walsen nu. Ik bedoel, het is ook nog maar een klein stukje. Waarom niet, weet je? Laten we dat ook nog maar gelijk even doen. Hey, hallo? Hoi. Waar kom jij vandaan? Dit is zo random. Ik ben hier gewoon rustig een beetje aan het hakken. En ineens... hoor ik, dit is echt heel random. Hey, koper! Kool. Koper! Koper! Is het voor mij? Ik heb helemaal voor jou dan 2 kool. Yes! En 3 bloemetjes. En 2 flint. En 64 dirt. En 11 gravel. En nog 8 bloemetjes. En wheat. En rotte flesh. Dank je. En nu ik toch bezig ben met het opvullen van deze zooi hier, kunnen we denk ik ook maar gelijk deze krater hier opvullen. Althans, opvullen. Gewoon dichtmaken alsof het hier nooit is geweest. Doei. Ik ga dit opvullen. Doei. Tot nooit meer. Goed, en nu is dit gedeelte hier helemaal opgevuld en netjes plat. Dan zou je zeggen, doe dat gedeelte daar ook gelijk. Oh nee, ik heb zo'n hekel aan jou. Nee. Laat me met rust. Alleen dit gedeelte hier is even iets moeilijker. Want het postkantoor is het enige gebouw die iets hoger staat dan alle andere gebouwen. Dus daar kom ik later op terug. Voor nu laten we dit project heel even met rust. Genoeg dirt en steen gehakt deze aflevering, al zeg ik het zelf. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben natuurlijk in de vorige video deze 2 prachtige fabrieken hier gebouwd. Of farms, weet ik veel hoe je het wil noemen. Onze bamboefabriek en onze cactusfabriek. Ja, daar moeten we natuurlijk wel nog een winkeltje voor maken. Laten we eerst even naar de opbrengsten kijken. Ik ben al toevallig 1 keer eerder bij mijn bamboefabriek geweest, jongens. Dat omdat die helemaal vol zit met bamboe en ik moest er blokken van maken. De bamboe gaat echt snel. De bamboe gaat echt heel snel. Misschien zelfs een beetje te snel. Ik gok dat ik wat meerdere kisten moet gaan plaatsen namelijk. Zo, zoals je kan zien. Weet je hoeveel bamboe dit is, jongens? Dit is echt heel veel bamboe. En de cactus, jongens. De cactus is helemaal propvol. Ook eigenlijk te veel gewoon. Het is tijd om dit allemaal te verkopen. Oh ja, en zoals je kan zien, 6 diamonds hier. Shardy had al wat cactus nodig, dus die mocht het wel van me kopen. Die had iets van, in totaal denk ik, 5 of 6 stack cactus kunnen pakken hiermee. Dus ja, we gaan lekker veel geld hiermee verdienen. Althans, dat hoop ik. En ja, zoals jullie kunnen zien, jongens, hebben we natuurlijk nog steeds mijn prachtige ogre cactushuis, waar ik eigenlijk eerst in woonde. En dit is natuurlijk de perfecte winkel. Dus laten we deze even helemaal slopen, helemaal leeghalen. Zelfs het hokje van meneer Varken. Gaan we even wat extra blokken pakken? Goed, even kijken. Hoe ga ik dit doen? Ik heb van alles en nog wat meegenomen. Ik dacht hier een item frame erbovenop en daar eentje. Of kan ik die... misschien heb ik een beter idee. Oh, ja, dat is mooi. Dan kan ik hier cactus hangen en daar een bamboe. Dan ga ik dit gewoon lekker dichtgooien. Moeten we wel even een lantern plaatsen zodat het niet altijd donker hier is. Hetzelfde aan de andere kant gooien we ook dicht. Zoveel ruimte hebben we helemaal niet meer nodig. Hier doen we prachtige bosjes helemaal tot het plafond. Moet een beetje als een natuurgroenachtige winkel eruit zien natuurlijk. Oké, en dan hier komt de prachtige kist te staan. Even kijken. Doen we dat zoals dit dan? Zo. En ook aan de andere kant natuurlijk. Goed, ik ga het even een beetje leuk proberen in te delen. Ik heb namelijk niet genoeg kisten bij me, merk ik nu. Even kijken. Hier doen we een mooie painting. Dan moeten we even zo doen. Dan kunnen we... Nee, dan kunnen we hier... Hallo? Hier een mooie painting doen. Aan de andere kant doen we natuurlijk precies hetzelfde. Een mooie painting. Dan moet hier dat tapijtje moet even weggehaald worden. Zo, dit ziet er netjes uit. Zetten we hier een bordje neer. Cactus. 1,5 stack. 1 dia. Zo, dan heb ik ook meegenomen natuurlijk een glow inkt en een groen dingetje. Omdat dat groen moet zijn. Hetzelfde aan de andere kant. Bamboe. 3 stack. 1 dia. Dan gaan we die ook mooi verkleuren. Waarom kan ik niet typen? Hallo? Mooi verkleuren. Zoals dit. Goed, dan gaan we nog even wat extra kisten halen. Wat laatste details. Althans, ik denk niet dat er heel veel meer details in komen. En dan is hij gewoon af. Wow. Dat was sneller dan verwacht. Welkom. Ik geef je even een rondleiding. Oké, we hebben het in principe heel simpel gedaan. Ik zei dat ik een paar extra details
details genoemd. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Hier links verkoop ik de cactus, rechts de bamboe. Nou, als je hier rechts loopt, zie je een paar bamboe dingetjes hier. Dan hier links is de bamboe 3-stack voor 1 diamond. Hartstikke leuk. En dan hier links heb je een paar cactussen staan. En hier is de cactus 1,5-stack voor 1 diamond. Nu is het tijd om alles op te halen. En dan gaan we het vullen natuurlijk. Goed, gaan we eerst de hele cactuswinkel hier of cactusding helemaal leegroven. Helaas moeten we een paar keer heen en weer lopen, want we hebben nog steeds geen shulkerboxes. Wie is dat daar? Dat is Char, onder de grond. Ik denk dat ik echt letterlijk dubbeltjes vol kan vullen, omdat ik 1,5 doe in plaats van 2-stack. Deze kist gaan we sowieso heel netjes kunnen vullen, jongens. Oh, als iemand dit helemaal leeg koopt, heb ik zoveel diamonds. Goed, de cactussen zijn... Auw, dat is ook onhandig. De cactussen zijn helemaal gevuld, jongens. We hebben hier deze prachtige kist vol. Dan hebben we hier een soort van helemaal een kist vol. En dan hebben we hier ook nog behoorlijk wat cactussen. Ik dacht dat ik wel meer uiteindelijk kon vullen, maar dit is voor... Dit is wel een heel sterk begin, gewoon. Nou, nu de bamboe. Moeten we helemaal teruglopen. En ik had met Rick natuurlijk een afspraak dat hij bamboeblokken kon kopen van mij en die dan weer doorverkopen. En ik ben er uiteindelijk achter gekomen dat dat best wel een oplichting is, hoe ik dat voor mezelf heb bedacht. En dan in mijn nadeel. Want die bamboeblokken zijn zo ongelooflijk duur, jongens, om te kweken. En ik had tegen hem gezegd, voor 1 diamond, 2,5 stack. Dat gaan we dus absoluut niet meer doen. Rick, ik ga met een nieuw contract voor jou komen, want ik heb mezelf bijna hier opgelicht. Dus wat ik ga doen, ik ga zelf dit hier verkopen. Dit hou ik voor Rick, dat Rick het ook kan verkopen. En dan nemen we deze bamboe mee, want we gaan bamboe natuurlijk ook los verkopen. Niet alleen als blokken, want ik denk dat mensen het ook graag gewoon als bamboe zelf willen. Maar dat bamboe gaat toch wel snel, jongens. Dat bamboe gaat echt heel snel. Oké, even kijken. Ik denk dat ik in de kleine kist ga ik gewoon dit doen. Ik denk dat deze allemaal gewoon 1 diamond kosten. Nou, dit is een beetje extra. Die kan iemand gewoon gratis pakken. En deze, wat deed ik hier? 3-stack, 1 diamond. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ik denk dat ik dat wel een goeie vind. Gewoon per 3-stack doen we lekker 1 diamond. Zo, bamboe moet ik dan nog wel even opnieuw heel veel gaan kweken, maar dat komt helemaal goed. Even het bordje aanpassen. Trouwens, wacht even. Ik moet heel even, ik wil dit even berekenen. 1 bamboeblok is volgens mij 9 bamboe. Dus dan moet ik 64 keer 3 doen is 192. En dat gedeeld door 9. Oh mijn god, dan kom je op 17,5 kom je uit. Dus wacht, dan moet dit veel duurder. Laten we een 1,5 stack doen. Het moet even duur ongeveer zijn dit. Jeetje, wat ben ik mezelf hier aan het oplichten. 18 doen we dat. We doen zelfs gewoon 18, jongens. Ik moet het heel even goed berekenen. Zo terug. Oké, jongens. Ik heb het nu berekend. En het klopt een soort van nu. 3-stack bamboe, 1 diamond. Dat is gewoon... 3-stack bamboe is 1 diamond. En dat staat ongeveer gelijk aan 17 blokken. Dus ik heb er 20 van gemaakt om het nog een beetje leuk te maken natuurlijk. Maar dan kloppen de prijzen wel ongeveer met elkaar. Dan staan ze in ieder geval gelijk. Anders kunnen mensen net zo goed gewoon bamboe kopen en dan daar hun eigen blokken van maken. Is dat veel goedkoper, weet je. Of andersom, dan loop ik heel veel verlies erop te weet ik van wat. Dan gaan ze dit waarschijnlijk nooit kopen. En nu klopt het gewoon. Nu ben ik mezelf niet aan het oplichten. Ik had het even heel onduidelijk gemaakt allemaal, maar hij is af, jongens. Hij is helemaal af. We hebben hier nu gewoon bamboe. We hebben hier nu gewoon cactus. Nu is het tijd om iedereen een brief te sturen. Lieve bewoners van Content Veen, de stress is weg, zorgen ontnomen en ik begrijp dit volkomen. Van nuttige producties brengen jullie cactus en bamboe. Ja, ja, je hoort het goed, de nieuwe winkel is geopend. Ga nu snel naar de Maktes toe om al jouw cactus en bamboe te verkrijgen. Let op, binnenkort ook sugarcane beschikbaar. Met vriendelijke groet van nuttige producties. Nou jongens, dan gaan we even snel naar het postkantoor toe. Het boekje heet Cactus en Mactus. Dan gaan we dit boekje gaan we een paar keer dupliceren. 1, 2, en 3, en 4, 5, 6, en 7. En in totaal hebben we er dan... Oh nee, deze ook nog. 8, zo. Dan hebben we 8 kopietjes en dan hebben we 1 origineel. Het origineel bewaar ik zelf. Heb ik dan genoeg minecarts? Ik denk het niet. Oeh, ik heb niet genoeg minecarts. Gelukkig hebben we nog genoeg waarschijnlijk hier liggen. Kijk, dan hebben we er gewoon ineens weer genoeg. 1, 2, en 3, en 4, 5. En Ricky's spoor is voor een of andere reden verbroken. Maar Ricky, wat is... Ik weet nog steeds niet wat de status daarvan is. Ik ga hem even goed naar je versturen, Ricky. Zo. Oh, trouwens, ik moet het origineel moet ik ook gewoon opsturen. Want ik moet 9 boekjes versturen. Nou, Char, veel plezier ermee. Joris, veel plezier ermee. Meneer KB, veel plezier ermee. Rick natuurlijk ook. Flore en René ook. Doei. 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 Oh, doei. En tot slot naar Harlow. Ook een dikke doei. Nou, alle post is eruit verstuurd. Mijn winkel is... Meneer KB's postpunt zit waarschijnlijk vol. Jongens, jullie willen niet weten hoe vaak ik naar meneer KB toe ga om hier zijn post, zeg maar, weg te duwen zoals dit. Kijk, deze hier is zeg maar de boosdoener. Moeten we deze ook doorduwen? Kunnen we hem weer dichtbouwen? Even kijken, het is zo krap hier. En wie ben jij trouwens? Een actrice! Oh, jij bent niet meneer Varken. Zo, kijk.
Het zat helemaal vol met post hier. En nu kunnen we pas weer de nieuwe post opsturen. En hoppakee. De post van KB zal nu wel daar blijven. Nou, ik ben benieuwd wanneer er voor het eerst dingen gekocht gaan worden. Dan gaan we nu gewoon even een bezoekje brengen aan Justin. Gewoon omdat ik daar zin in heb. Boer Justin, waar ben je? Justin, 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 Justin. Ik zie je wel. Hallo? Ja? Ik heb je hulp nodig. Wat? Ik dacht even dat je Sezombo was. Nee, sorry. Ik heb je hulp nodig. Vertel. Het is haast. Noodgeval. Wat dan? Noodgeval. Noodgeval. Justin dood? Nou, ik denk het. Ik weet het niet. Het gaat wel om Justin. Oh. Er is iets met hem aan de hand en ik kan niet plaatsen wat. Oh jee, oh jee. Ik maak me zorgen. Ik was eerst heel vrolijk hier aan het springen en zijn naam aan het roepen. Yes, toen een beetje aan het aankloppen en zo. Ja, hij wordt niet wakker. Er is iets mis met hem. Kan jij hem wakker maken? Hij hoort ons ook niet, hè? Nee. Zullen we hem gewoon wegduwen hier? Hier, dat gaan we doen. Wacht, we gaan hem gewoon wegduwen. Wacht, zo. Oh, ik ga goed doen hem erin. Nou, we kunnen hem gewoon... We gaan hem helemaal wegduwen, gewoon. Ja, okay. Dat is een goeie. Heb jij die blokken? Ik weet niet. Ik heb niet de vloerbobbels. Ik denk dat jij dat hebt. Nee, jij hebt die Kelsite daar. Of heeft Justin die? Oh, die heeft Justin zelf. Uh-oh. We gaan hem gewoon duwen. We gaan hem gewoon duwen. Kom maar aan. Zeg maar, wanneer krijg ik nou mijn postzegels? Je postzegels? Ja, die heeft Justin. Alleen die wilde ik eens bij hem ophalen. Wacht, pas op dat je hem niet hier naar beneden duwt. Hij moet een beetje langs het randje. Ja, naar het water. Helemaal naar het water. We gaan hem wegbrengen. Af en toe een klap kan trouwens zo makkelijk zijn. Naar het water. Hier. Pardon, wordt hij misschien wakker? Nee. Ik heb hem al echt gewoon in zijn oren geschreeuwd en al meerdere keren geslagen. Zolang hij maar niet doodgaat. Je moet hem sprint slaan. Hier, kijk, dan gaat hij lekker ver. We moeten oppassen dat hij niet doodgaat. Ik denk dat hij zo doodgaat. Oh, zijn helm! Nee! Ja, nee, dat is niet zo heel slim. We moeten nu duwen. Ja, laten we maar duwen, inderdaad. Dit gaat ook vrij snel, hoor. Het gaat vrij snel, inderdaad. Zullen we hem gewoon daar in de grond nog kleuren dan? Gewoon in de ondergrond gooien? Ja. Ja. Dat hij dan denkt van, ik moet hem hoog bouwen en dat hij dan vervolgens ook nog op een hele andere plek is. Hoe kom ik hier inderdaad? Ja. We gaan hem wel echt helemaal naar het deep slate niveau gaan we brengen, hoor. We gaan hem heel diep gaan om naar beneden gooien. Oh, jij mag even duwen, ik ben moe. Duwen met z'n tweeën is niet zo handig. Nee, dat lukt niet helemaal. Oké, ik begin alvast met het gat. Dat doen we gewoon hier. Stel je voor, hij wordt nu wakker, zou dat wel jammer zijn. Dat zou heel jammer zijn als hij nu wakker wordt. Jij bent niet zo goed in duwen, hè? Kijk, je kan beter zo. Gewoon tikjes doen, zo. Zie je? Ja, jij kan dat weer. Ja, ik kan heel goed duwen. Ik heb op duwles gezeten. Komt ie, hè? Hoppa! Ja, als okay. Ik dan op één blokje hier duw. Deze. Dan bouw ik ze allebei naar beneden. En dan uiteindelijk... Dan ik ga wel mee. Ik vind het wel leuk om mee te gaan, op zijn minst. Dit content. Dit is content. Ja, kijk hoe lang het duurt voordat Justin de toren heeft. Oppassen voor de lava. Je hebt kans dat echt gewoon... We doen Justin wel als testpersoon. Justin gewoon telkens laten vallen. Als het veilig is, dan kunnen wij ook, weet je. Hier, dat kunnen wij ook. En dan zijn straks als ze spullen weg. Dat is wel... Nee, joh. Dat komt wel goed. Naar beneden hakken is tegenwoordig niet meer zo gevaarlijk. Niks aan het handje. Nou, ik had dus laatst, toen zat ik met meneer KB te maaien. En toen viel ik ook weer in een of andere gat. Maar dat was gewoon jullie schuld. Nee. Oh mijn god, nu gaat het snel. Nu maken we vaart. Oeh. Oké. Okay. Hey, wat is dit? Nou, dat hebben we niet nodig. Maar hij moet verder naar beneden. Hij moet verder. We kunnen ook gewoon... Ja, daarom. Maar we kunnen hem ook niet in een cave laten. Sloeg je met je pickaxe? Oh, ik schrik me kapot. Help. Oh mijn god, ik ga dood. Oh mijn god, ik ben bijna dood. Ik ga mijn armor aandoen. Ik ben bijna dood gegaan. Het is veilig. Kom aan. Hey. Het is echt niet veilig. Ik dacht dat het veilig was om dit te doen. Maar het is blijkbaar dus niet veilig. Pas op. Ik moet dit niet meer doen, want hij kan ook niet eten. Als we hem nu doodmaken, dan is hij ook gewoon echt dood. Is dat, maar dat is toch niet meer leuk, want dan hebben we zoveel moeite gedaan. Dan gaat hij er nooit achter komen dat we dit gedaan hebben. Ik ben gewoon bang dat we uiteindelijk Justin, een of andere... Ben je wakker, Justin? Hij is niet wakker. Nee, we kunnen nog door. We kunnen nog even door. Ja, het leuke is, wij gaan zo gewoon weer naar boven bouwen. Ja. Als we glas bij ons hadden, hadden we hem in een cave kunnen neerzetten in het glas gewoon. Dat hij al helemaal geen idee had hoe hij daar kwam. Ik heb ladders bij, ik hoor er niks. Nee, maar daar hebben we niets van. We gaan gewoon omhoog bouwen zo. Iemand die hier dan ook de volgende keer aan is van, en waarom zijn we hier gehakt? Ja, zijn we al, hoe laag zijn we? Oh, we zijn er bijna, we komen zo op bedrock.
Kan je ook beter op dingen plaatsen? Ja, kijk hier, kijk zo. Nou, lager dan dit kan ik niet. Nou, dan kunnen wij weer omhoog. Met beginnen met deep slate. Zo, dan bouwen we dit zo in. Nou, let's go. Die gaan we ook helemaal inbouwen. Ja, we gaan hem helemaal inbouwen, joh. Dan is het heel vervelend voor hem om weer boven te komen. Even kijken, want ik heb nu al geen deep slate meer. Ik denk dat Justin daar het grootste deel van. Oh, Justin. Waarom heeft Justin opgepakt? Dat is een sukkel. Waarom doet hij dat? Dat werkt toch niet voor de prank? Dat is echt zijn schuld. Nu moet ik over op granite. Ja, alle dan gekke blokken zijn. Ik moet over op gravel, maar hey, waarom ook niet? heb je wel genoeg blokken, denk je? Anders kan ik het allemaal droppen als ik boven ben. Ik heb nog twee stacks gravel, die had ik voor meneer Kadeva. Oh. Ik kan hem ophalen, dus dat... Komt al goed dan. Hier, we zijn alweer hier, joh. Ik heb nog cobblestone. Ja, heb je nog genoeg? Ja, dit red ik wel. Zolang de bovenkant maar dirt is, dat je het van boven niet ziet dat we hier zijn geweest. Oh, dit is lullig, man. Het is wel heel leuk. Ik denk dat mijn blokken zijn op. Oei, heb jij... ik heb nog een beetje gravel. Oh, dat zou ik graag willen, ja. Weet je, dan hou ik dit deeltje, dan ga ik nu wel gewoon één toren bouwen. Twee gaan we niet meer redden, om dit helemaal te dichten. Dan dichten we het gewoon boven, dan is het ook goed, weet je. Nee, maar ik weet niet of ik dit allemaal hier in dit kan zeggen, dit kunnen we gewoon vullen. Hier, dit werkt prima. Oké. Okay. Lawine aan gravel. Ja, imagine. Nou, zo, we hebben Justin ingegraven. Nee, nou, handig, joh. Nou, we hebben het hier nooit meer over. Oké, dit hebben wij niet gedaan. Oké. Hier, laten we gewoon even hierachter. We gaan allebei onze eigen weg hier, vanaf hier. Dit is nooit gebeurd. Even die handjes schudden, zo. Ja, ik wil zeggen, zo. Oké, hoppakee. Nooit gebeurd. Doei. Lekker, man. Ik vond het leuk. Maar ik wil nu eigenlijk wel een postzegel. Ja, jij wil je postzegels. Die ga ik regelen voor je, oké? Top. Ik ga nu postzegels naar je sturen. Als jij je postpunt vrij houdt, ga ik postzegels sturen. Ja, volgens mij kan het er gewoon bij. Ik heb hem geüpgraded, dus top. Oké, komt goed. Ik ga het sturen. Goed jongens, ik heb 39 postzegels voor Harlow. En die gaan we gewoon even persoonlijk bezorgen. Omdat het bij hem wat langer duurde dan bij de andere mensen. Ga ik mijn excuses aanbieden. En gaan we gewoon even de 39 postzegels gewoon naar hem letterlijk persoonlijk bezorgen. Harlow, ben je thuis? Ik zie je naam. Hallo? Ik kom het persoonlijk bezorgen, maar ik wil je camper niet spoilen. Dus ik blijf heel dicht tegen de muur aan staan. Heb je een plekje waar we heen kunnen? We gaan wel even op het bankje zitten daar. Kijk naar de grond, kom. Oh, ik kijk zo. Ik wil niet je video verpesten door dit al te laten zien. Oh, dit kan, zo. En dan kijken we die kant op. Ja. Nee, kijk, ik kan zo inderdaad. Hey, ik heb, omdat het spijt me dat het lang duurde, dus bij deze een persoonlijke bezorging met 39 postzegels. Oh, met 39 postzegels. Ja, gewoon een beetje extra. Dat vind ik lief, dankjewel. En om als excuses voor het lange wachten. Nu kan je eindelijk ook post sturen aan andere mensen. Eindelijk, meneer Kalee, een liefdesbrief terugsturen. Een liefdesbrief? Nee, het is een brief. Of een brief. Een brief. Vanaf hier kunnen we ook mooi wachten op tot Justin terugkomt, als hij ooit terugkomt. Ik denk dat nog 2 uur gaat duren. Ik denk ook dat nog wel even duurt. Ik denk niet eens dat hij door had dat hij nog online stond. Ik denk het ook niet. Hé, maar wel leuk. Hij is geprankt, inderdaad. Kunnen we nu ook weer diamonds ophalen bij Char, eigenlijk? Hoe bedoel je? Char die had toch zo'n taak dat je mensen... Ja, dat kan je doen. Oh, ja, dat kunnen we samen. Dat kunnen we delen. We gaan daar diamonds halen. Dat is wel een goed idee. Dat is een heel goed idee. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar... Hè? Genoeg. Ook niet. Genoeg voor ons. We splitten het wel, de prijs. En als het er nou 1 is? Oh, dan krijg jij hem. Dan doen we die ook door de helft. We hebben iemand geprankt, inderdaad. Dus we kunnen even kijken. Volgens mij, ik zal het boekje even bekijken. En het staat op camera, toch? Dus we kunnen gewoon... Ja, dat klopt. We hebben bewijs. Even kijken, het boekje zegt... Pranken komt uit Venen naar keuze. Clip wordt in de Discord van... 3 diamonds! 3! Ja, zijn het er hier, gewoon? Hij is wel al weg hier, maar dat zal... Dan pakken we gewoon andere drie. Van paard. Ja, die zijn van ons. Oké, jij mag er 2. Ik neem er wel eentje. Dankjewel. Dat is wel een goede deal. Ja, nice. Hebben we toch gewoon een diamond verdiend. Door een missie te doen. Ah, je toon, man. Dit is wel goed. Nou, veel plezier met je postzegels, hè? Ja, hey, bedankt. Ik ga weer aan het werk. We gaan post bezorgen. Justin gaat zeggen zo. Ik ben heel benieuwd. Doei. Doei. Goed jongens, wat was dat een gezellige video, hè? Ik heb genoten, we hebben veel gedaan, we hebben winkel gemaakt, we hebben een groot lege platform. Oh, weet je, we gaan naar het lege platform toe.
Oh, daar werd ik misselijk van die swipe. Goed jongens, we hebben het hele platform hier weggehakt. Een hele grote klus. En dan gaat hier echt een mega grote basis uiteindelijk komen. Maar dan moet jullie even geduld hebben. Ben je nou benieuwd naar hoe Justin op deze prank reageert? Dan denk ik dat je gewoon even lekker naar zijn kanaal toe moet. Want dan kan je gewoon lekker daar kijken. Misschien uploadt hij er wel een video over. Klik gewoon even op zijn kanaal en hou het in de gaten. Abonneer op hem. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer.